Elst, prachtig dorpje in de Vlaamse Ardennen. Maar niemand heeft zich waarschijnlijk ooit afgevraagd hoe het komt dat een legermoezenier uit Keulen zich hier komt vestigen als pastoor. Volgens onze wetgeving is de op pensioenstelling voor mannen vastgelegd op 65 jaar. Dus ook voor een almoezenier. Het bisdom weet dat ook. Maar ze konden onze almoezenier overtuigen om een leegstaande parochie in het bisdom over te nemen. Onze pastor belde mij op om te vragen of ik met hem de vier leegstaande pastorijen wou gaan bezoeken. Dichtst bij onze geboortestad, lag de parochie van de Klijpen met een gans nieuwe pastorij naast een nieuwe kerk, ideaal om over te nemen. Er lagen twee andere parochiehuizen, ergens in het gat van Fluto, ik heb vergeten waar, en de laatste die we bezochten bevond zich in Elst. Een onverzorgde, deels vervallen woning, zonder enig comfort, met een veranda uit de tijd van Napoleon en een grote hof waarin wilde katten en ratten de koning waren. Zonder dat hij het wist, was hij luidop aan het denken. Wat zou onze lieve Heer gedaan hebben? Die koos voor een stal van bedleer. Niet modern, maar hij ontving toch ook volk in die stal. De erfdertjes en zelfs drie koningen. In zijn droom hoor ik hem plots luidop zeggen: mijn besluit staat vast. Ik kies voor de stalke van Elst. De minst comfortabele woning, maar zeker met de meest sympathieke parochianen. Beste gasten, er zijn pastoors die volgens mij veel te lang kunnen preken. Ik ben geen pastor. Daarom sluit ik af. Nog een goede zondag en tot straks op een fijn wederzien in de parochiezaal.